Stephanie Vanessia en ik werk inmiddels bijna 2 jaar bij Sport Visual als receptionist. Ik ben Marissa, ik ben 30 jaar oud en ik werk hier achter de balie bij Sport Visual als receptioniste. Hoi, ik ben Stef, ik ben 26 jaar en ik ben momenteel actief als sportinstructeur, personal trainer en voedingscoach. Ik ben Sophie, ik ben 18 jaar oud en ik heb voor 3 maanden stage bij Sportvision. Ik ben Agnes, ik ben 20 jaar. Ik loop stage bij Sportvision. Ik doe de opleiding Summa College en ik doe de opleiding Sport en Beweging. Ik ben Jeroen, ik ben 22 jaar en ik heb hier als functie dat ik ten eerste judo les geef aan de kids. En ik ben een jeugdcoördinator, dus alle vragen, evenementen, duw het allemaal maar op, dat regelt Jeroen. En wat zijn jouw taken als jeugdcoördinator? Goed, er zijn er een heleboel. Ten eerste stuur ik de jeugdtrainers aan. We hebben er 9 als het goed is, ja, 9 jeugdtrainers. Nou, ik organiseer evenementen samen met de balie-medewerkers. Ik regel examens bij sommige sporten. Ik los problemen op, daarvoor hebben we de e-mail jeugd@sportvision.nu. Hier en daar hebben we evenementen. Ja, heel veel. Alles wat je met jeugd kan verzinnen, regel ik. Jeroen, hoe lang werk je al bij Sportvision en hoe ben je hier terechtgekomen? Oh ja, nou ja, ik geef je dus 2 jaar judo les nou. En ik geef hier 1 jaar jeugdcoördinatie. Nou, met lesgeven ben ik eigenlijk ingevallen door Mark Eul. Dat was eigenlijk altijd mijn trainer. En die ging op een gegeven moment weg, dus ik mocht hier lesgeven. En met jeugdcoördinatie ben ik echt super toevallig hier binnengekomen, want ik deed de opleiding leidinggevende op het Summa College. En ik moest een stageplek vinden. En waar kun je nou leiding geven? Nou, bij Sportvision toch. Dus toen ben ik bij Sportvision jeugdcoördinator geworden. Is dat anders, Jeroen? Nee, we hebben ook nog andere taken. Zoals de rooster bij jou, in de vakanties gaan wij niet door met de jeugdlessen. We hebben ook een wedstrijdgroepje, dus ik regel ook wedstrijdjes voor de jeugd. En tot slot geef ik ook verschillende clinics op basisscholen en bij Sportvision. Hoe ben je bij Sportvision terechtgekomen? Nou, ongeveer 2 jaar geleden deed ik een groepsles voor de groepsles spinnen. En toen zocht de huidige receptionist een vervangster, zodat zij ergens allemaal fulltime kon gaan werken. We zochten een studenten en dat was ik. Ik had toen daar een tweede bijbaantje. Dus toen ben ik hier gaan werken en momenteel ben ik op dinsdagvrij. Stephanie, wat voor opleiding heb je allemaal gedaan? Ik heb op de middelbare school mijn diploma 2-tijd MAVO gehaald. Daarna ben ik een mbo-opleiding gaan doen, namelijk Fashion Management. Daar heb ik vorig jaar mijn diploma van gehaald en momenteel zit ik op HBO, als het goed is, en studeer ik communicatie. En wat zijn je taken binnen Sportvision als receptioniste? Nou, ik zit dus achter de service balie, dus daarmee ben ik het eerste aanspreekpunt in de club. Als er dingen niet goed gaan, of juist wel heel goed gaan. Daarnaast meet ik heel veel, doe ik de administratie. En doe ik ook steeds meer communicatie gerichte taken. Dus inmiddels houd ik de Instagram en Facebook bij. En als er een keer een formulier, een poster of flyer moet worden vormgegeven, dan regel ik dat. En waar heb je hiervoor nog allemaal gewerkt? Ik heb hiervoor 2 jaar bij de Jumbo gewerkt, als de kassa. Ik heb 1 jaar gewerkt in de trainerwinkel, de Sissy Boy. En ik heb stage gelopen bij Things I Like, Things I Love. En bij Shumi als infocuster. Maar dit is sowieso de leukste baas wat ik ooit heb gehad. Dus mocht je me ooit willen spreken of vragen hebben, ik ben hier elke dinsdag, vrijdag en zondag. Maris, hoe lang werk je bij Sportvision en hoe ben je terechtgekomen? Bijna zo ongeveer 3/4 jaar werk ik hier nou. Ik ben net voor de corona hier binnengekomen. Ik zag een part-time baan op Indeed eigenlijk voorbij komen. En helaas tijdens corona ben ik eventjes uitgemoeten tijdens de eerste lockdown. Maar daarna ben ik weer teruggekomen en nu ben ik dus al 3/4 jaar hier aan het werk. Dus Maris, wat zijn je belangrijkste taken? Eigenlijk zoals Stephanie in haar filmpje al heeft verteld, dat zijn de hoofdzaken die wij alle drie doen als baliemeisjes. Ik doe elke maand verkooprapportages bijhouden en ook in de MT-meeting overleggen. Daarnaast zorg ik dat alles wat er misgaat of wat er goed loopt, dat ik dat communiceer naar de balie-team en dat ik dat ik elke maand een beetje bijhoud of het alles allemaal goed verloopt, wel of niet. Wat voor werkervaring en opleiding heb je hiervoor gedaan? En ik
heb MBO reizen en toerisme niveau 4 afgerond. Daarna ben ik eigenlijk meteen gaan werken. Ik heb best wel veel verschillende banen gehad als receptionist, secretaresse of back-office medewerker. Dat ik eigenlijk hiervoor heb gekozen is omdat ik ook moeder ben en dat ik deze functie heel goed kan combineren met de moederschap, dus vandaar. Stef, wat ben je aan het doen? Ik ben momenteel een oefening aan het uitleggen. Dat is een van mijn taken in de sportschool. Mm-hmm. Nou, zoals je ziet, wordt een deadlift uitgevoerd. Goed voor je lichaamshouding. En een van mijn taken in de sportschool is dus mensen leren, aanleren eigenlijk hoe ze op de juiste manier gaan tillen. Hoe ze op de juiste manier een bepaalde oefening uitvoeren. Wat zijn jouw taken hier allemaal? Zoals je al hebt gezien, mensen begeleiden. Dus ik probeer ervoor te zorgen dat mensen natuurlijk op de juiste manier gaan sporten, goed op hun voeding letten. Dus ik geef ook heel veel voedingsadvies. Bijvoorbeeld, zowel het persoonlijke aspect komt er heel veel bij kijken hier. We proberen dus mensen zoveel mogelijk echt op persoonlijke basis te helpen naar een doelstelling. Hoi Sophie, hoe heb jij Sportvision als stageplaats gevonden? Mijn vader en mijn broer hebben hier gebokst en die waren hier altijd al heel positief over. En bij ons op school stond deze heel hoog aangeschreven. Dus dat leek me wel gewoon een hele leuke stageplaats. Wat voor opleidingen heb je allemaal gedaan of doe je momenteel? Ik heb een middelbare afgerond en nu doe ik MBO, sport en bewegen, niveau 4. Ze maken muziek. En wat zijn nou 3 dingen die je inmiddels al hebt geleerd tijdens je stage bij Sportvision? Ik heb hier heel erg goed geleerd hoe ik met mijn voeding om moet gaan en andere mensen hierin moet begeleiden. Dus ik heb nu heel veel daarover geleerd. Ik heb geleerd hoe ik onbekende mensen makkelijk een praatje mee kan maken. Dus als ik iemand die zie lopen die ik niet ken, dan moet ik daar heel makkelijk gewoon even een praatje mee maken en wat kan helpen. Ik heb geleerd om schema's te maken en goede volgorde te hebben in het systeem als je gaat fitnessen. Met waar je mee begint en waar je mee eindigt. Dus ik heb hier echt naar mijn zin en ik ben elke donderdag en zondag niet te vinden. Dus ik hoop jullie snel weer te zien. Wie, welke opleidingen heb je tot nu toe gevolgd? Ik heb hiervoor niveau 3 les hospitality gedaan. Dat is eigenlijk een beetje mijn toerisme gedeelte. Die heb ik in 2 jaar afgerond. En nu doe ik de opleiding sport en beweging niveau 4 in 3 jaar. Met uitstroom, sport, bewegen en gezondheid. En welke 3 dingen heb je al geleerd bij Sportvision? Tot nu toe heb ik geleerd eigenlijk mensen hun doelen te behalen. Bedoeld middel door 3 dingetjes. Natuurlijk heb ik ook geleerd hoe je schema moet opstellen. Dus echt doelgericht hoe je schema moet stellen. Ook heb ik geleerd is hoe je een babbeltje kan maken met mensen. Dus ze komen niet alleen om te trainen, maar ook om echt een thuisgevoel te hebben. Dus een beetje babbeltje maken. En natuurlijk ook het fitnessgedeelte, waarbij we opletten op de aandachtspunten. En hoe vind je je stage tot nu toe? Hoe ik mijn stage nu toe vind is bijzonder. Waarom ik dat zeg, omdat elke dag een nieuwe dag is. Je komt steeds nieuwe mensen tegen met nieuwe doelstellingen. Je leert hier heel veel dingetjes, je ziet elke nieuwe collega's. Dus ik vind het nu toe echt leuk.